Ladies and gentlemen, let's play dance! Please welcome the number one seed from the Netherlands, Raymond van Barneveld! Yes! Absolutely fantastic! Raymond van Barneveld door de knieën. Voor het eerst vinden ze een Nederlander op de embassy. De embassy op zijn naam te schrijven. Sylvia heeft het niet meer. Maar Raymond van Barneveld verslaat aan ongelofelijke thriller. Ronnie Baxter met 6-5 in Rugby Green. Ik ben de man van de wereld. Die vecht voor volk en vaderland. Zo dit gebeurt, Raymond van Barneveld is wereldkampioen. Hij verslaat de Nieuw-Zeelander Warren Perry met 4-1. En eigenlijk heel erg simpel. Het komt 3-0 voor, dan wordt het 3-1. En voor de tweede keer succesje wordt hij dus wereldkampioen. Na Australië. Raymond van Barneveld heeft in Zuid-Afrika zijn wereldtitel darts geprolongeerd. De Hagenaar won in de finale met 4-1 van de Nieuw-Zeelander Baron Perry. Tweemaal triple 20, bolzaai, Raymond van Barneveld, hij gooit hem! Ja! Yes, de break is daar! Triple 10, gooi hem! Ja! Nou, dan begint het heel dichtbij te komen, want Raymond van Barneveld krijgt de geschiedenis door de 170 uit te gooien. En de blik van John Lowe is veelzeggend. Pijlen voor dubbel 9 voor de titel. En 1-2. Hoe doe je het weer 2-0 achter in zet? Wanneer is het terug moet komen? 2 jaar geleden doet hij opnieuw op het zuidelijke halfrond wereldkampioen bij het Dart. Standing down again. For the match, for the title. Yeah. Watch the ball. Yes! Absolutely fantastic! Going! En hij gooit hem! Raymond van Barneveld door de knieën. Voor het eerst vinden ze Nederlander op de embassy. Remember, the postman always wins twice.